Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe serie op mijn kanaal. Zoals jullie zien, het is de alleroudste Rollercoaster Tycoon die ooit is gemaakt. Rollercoaster Tycoon, nou eigenlijk één dus zeg maar. En ja, we gaan beginnen met een nieuw park. En we beginnen gewoon met Forest Frontiers, wel zo normaal, dat is de eerste. Oké, eens even kijken. Ik weet niet of jullie het spel een beetje kennen, maar het is gewoon de bedoeling dat je wat dingetjes bouwt en zo. En ja, dat je daardoor geld gaat verdienen. Mensen mogen alvast naar binnen als ze dat willen. En dan... Ja, ik denk dat ik eerst allemaal kleine attracties ga plaatsen. En dan daarna misschien nog een achtbaan aan het einde of zo. Maar voor nu in ieder geval gewoon lekker dit. Ik merk dat mijn geluid een beetje zacht staat, dan mag wel wat harder. Even paden. Ja, deze doen we zo. Doen we deze zo en dan doen we dit zo. Toppie. Open. Kijk, dan komen er ook al mensen naar mijn park. Dat is ook leuk. Kijk, zie je, daar komen de eerste mensen al. Dan gaan we aan deze kant doen we een draaimolen. Dat is wel zo leuk ook, denk ik, voor de kleintjes. Hier de ingang, hier de uitgang. Eigenlijk gewoon hetzelfde idee als bij de... Ja, nee, op de wachtrij iets shorter. Zo, zoiets als dit. En als ik hem openzet, moet mijn CD even laden en dan komt er geluid. Het geluid mag inderdaad wel wat harder. Mooi muziekje toch? Nou ja. En ik ga bij deze afleveringen dus geen geluid eronder zetten, want je hoort dat muziekje door het hele park. Nou, we zetten ook nog even een spookhuisje neer, dat is wel zo leuk. Ik ben niet zo van de spookhuizen, maar misschien jij wel, weet ik veel. En volgens mij, ja, het gaat er regenen. Dat is niet zo fijn. Maar we hebben gelukkig... Nee, die hebben we nog niet. Ik dacht, we hebben een winkeltje en daarmee kan je de regen weghalen. Maar dat is niet zo. Helaas. Nou ja, de regen, maar... Kan je mijn paraplu's laten kopen en zo. Zo, die gilde hard. Oké. Even wat te eten en te drinken, dat is ook wel zo fijn voor de mensen. Mooi prijs, 1,50. We hebben echt veel gasten hoor. We hebben tot nu toe 9 gasten. Hé, hey, ik heb nu even veel gasten aan mijn neus. Ah, nu niet meer. Jammer. Het zag er wel leuk uit. Nou ja, wie weet als je deze video kijkt dat het dan al meer is, mijn abonnees. Maar ga ik niet vanuit. Ja, mooi 90 cent. En we zetten ook nog even een wc'tje neer. En daar laten we mensen natuurlijk ook wel wat voor betalen. Niet al te veel, maar wel een beetje. Ik wil prullenbakjes neerzetten, anders dan dumpen die mensen de troep maar overal. Dat is ook weer niet de bedoeling, hè. Ik plaats gewoon random wat prullenbakjes. Oh, jammer. Ze kunnen niet op de wachtrij. Echt niet? Wat stom. Maar goed dat ze dat veranderd hebben, hoor.
Dus even kijken, zijn ze bezig met het uitvinden? Zijn ze een rustige attractie aan het uitvinden? Mooi. Kijk, dat scheelt weer. Als ik ze namelijk een betere financiering geef, dan krijg ik er ook meer geld van. Meer geld? Nee, ik verlies meer geld. Maar daardoor krijg ik meer nieuwe spullen. En dat vind ik wel leuk. Ik ga deze bouwen. Nog er even bij. En ook al is het een oud spel, dit blijft wel altijd, maar dan ook echt altijd een leuk spel. Dus ik dacht van nou, dat gaan we gewoon doen. Kijk, ik kan hier gewoon geld mee verdienen, dat is wat zo. Wat denken mensen bij deze attractie? Ze willen iets spannenders. Nou, dat zegt geen Rollercoaster Tycoon 3 niet. Maar goed, tijden veranderen zou ik maar zeggen. Blijkbaar zijn ze wat slimmer hier. Het is zo irritant dat je maar op 3 plekjes neer kan zetten, maar het komt wel goed. Deze bedoel ik, niet die. Ja. Hier kan ik misschien nog winkeltjes of boompjes of weet ik het wat plaatsen. Ik denk nog even 2 winkeltjes. Wat te drinken en wat te eten doe ik dan. Wel opletten dat ik overal hetzelfde doe natuurlijk. Doe ik een hamburger of ijskraampjes? Ik doe wel hamburgers, dat is leuker. Ik denk ook wel lekkerder voor mensen. Daar kan je ook van alles kopen, dus hier ook. Bankje ook nog even hier. Het voordeel is dat het nooit nacht wordt, dus ja, ik hoef eigenlijk geen lantaarnpaaltjes te plaatsen. Eens even kijken, hoe gaat het met mijn dinges? Niet zo heel goed. Dat is jammer. Maar dat komt vooral door de bouw van de attracties natuurlijk ook. Hoezo landschapsbouw? Ik heb helemaal niks aan het landschap veranderd. Nou ja, behalve bomen weggehaald. Maar volgens mij kan dat niet zo duur zijn. Ik heb nu eigenlijk alle kleine attracties wel al gebouwd. Maar ik dacht om ergens hier zo aan het einde of zo, dat daar een grote houten achtbaan te doen of zo. Ja, hoe ver zijn ze met onderzoeken? Ze wachten om 5 april. Nou, het is bijna april, het is maart. Wat voor een achtbaan heb ik eigenlijk? Ik heb een stalen mini-achtbaan en een houten achtbaan. Nou, dus een grote houten achtbaan kan ik op zich al maken, maar dat ga ik nog niet doen. Oh, de gasten vinden mijn toegangsprijs erg laag. Oké. Kijken of ze dat nu nog steeds vinden. Ja, toch? Het aantal gasten in het park gaat goed. ...250 gasten moeten het park hebben bezocht tegen einde van oktober jaar 1. Met een waardering van het park van minstens 600. Are you kidding me? Het is nu april, dus elk moment kan het reuzenrad komen.
Hij komt waarschijnlijk hierbij als hij erbij komt. Wat denken mensen van een schommelschip? Ze willen in iets spannenders dan een schommelschip. Oké. Snap ik. Wat denken mensen van dit? Ze willen iets spannenders proberen. Spaak zo weg. En hier? Ze willen iets proberen dat spannender is. Ook. Laat ik even mannetjes aannemen. Hé, hey, reuzenrad is beschikbaar. Nou, we zetten even klusjesman neer. We doen er wel even twee, zo. Mannen, jullie mogen geen tuinen water geven en ook geen gracht maaien. Anders zijn ze daar de hele tijd mee bezig. Dat is ook zo zielig. Neem een nieuwe monteur aan. Zo, eentje is voor nu wel genoeg. Bewaker is ook altijd fijn. Ik doe er wel meteen twee. Ik weet niet wat ze doen, maar het zal wel goed zijn. En een entertainer plaats ik gewoon lekker hier. Ik vind het jammer dat die entertainers niet de attracties ingaan. Type onbekend, dat is wel jammer. Mag ik ook daar? Wie wil daar nou een ding neerzetten? Nou. Sorry mensen, ja sorry, sorry, komt alweer goed. Hup, 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 hup. Waarom moet ik alle jongen, jongen. Het is echt zo irritant, want als je dat dus doet, dan, ja, moet je al die dingen ook weer terugplaatsen. Maar goed. Het reuzenrad doen we open. De draaimolen is nu echt aanzienlijk druk, maar dat is ook wel logisch, want dat is overdekt. Ik verdien er echt veel geld mee. Hoe gaat het nu? Als ik geen attractie had gebouwd, dan zou ik nu in de plus zitten. Dus het gaat wel de goede kant op. Ik wil even kijken als ik leningen afbetaal, of het dan minder wordt. Even kijken, we gaan gewoon even wat acties doen. Waardoor dus meer mensen komen en waardoor ik dus 10 euro per persoon krijg, dus dat is chill. Oh, de waarde gaat alleen maar naar beneden. Het is logisch dat de waarde 5000, min 5010 net was. Kijk, nu is het waarde alweer wat hoger aan het gaan. Ietsje, niet heel hard. Ik wil net iets plaatsen en dat lukte niet en dan komt er echt zo'n muziekje van, oh, dat te niet, jammer hoor, ja. Het klonk wel grappig eigenlijk. Maar goed, ja, nou. We hebben eigenlijk al best wel wat staan. Sorry voor dit. Moet even. Nou. We hebben al best wel wat staan en dat vind ik heel leuk. Maar ik ga het hierbij houden, denk ik, voor deze keer. We hebben dus al een aardig parkje gebouwd met 205 gasten. En ja,
In de volgende aflevering ga ik verder in dit park. Doeg!